Hallo. Welkom op deze eerste Simpel videocassette. En wij vinden dit veel leuker dan ouderwetse televisie, omdat u ons nu kunt stilzetten of doorspoelen. Op elke Simpel videocassette vindt u een aflevering van de Nationale Videoquiz. En u weet waarom het gaat. Door het goede antwoord te geven op een aantal videofragmenten ontstaat een getal. En dat getal is het geheime telefoonnummer van de Dolly Dots. Want dat is namelijk de hoofdprijs. 1 uur in bad met alle Dolly Dots. En hier komt het eerste fragment. Let u goed op, hier komt de eerste vraag. Door hoeveel honden werd Walt Disney besprongen? Noteer dit getal en wij zijn dadelijk bij u terug. What has two heads, 412 legs, a German accent, right hook. Kan ik hier een videofilm huren voor de video voor te zien? Natuurlijk, dat kan. Fijn. Welk systeem hebt u? Ook. Welk systeem hebt u thuis? Een videorecorder, Betamax, VHS, VCR? Doet u maar de Betamax. Uitstekend. Betamax bevalt me toch wel het beste, eigenlijk. Ik zou zeggen, maakt u uw keuze. Dank u wel. Wou ik graag deze film, wou ik huren. Dat kan. Is het een mooie film, meneer? Dat is in zijn genre een schitterende film. Ook met echte kleuren, zoals... In prachtige kleuren en uitstekende kwaliteit. Hebt u een legitimatiebewijs? Dat heb ik meegenomen. Fijn. Alsjeblieft. Juist. Van de club. Ja, dat adres is in orde. Dat is een heel groot huis. Ja. Van mijn moeder is dat geweest, dat huis. Dat is ja. Goed. Wel, als u dan hier even wilt tekenen. Dank u wel. Hoeveel kost het, meneer? Dat is 10 gulden voor 1 dag. Voor 1 dag. Zo, dank u wel. Heb ik ook voor me meegebracht. Ah, dank u wel. Heb ik niet gevonden, hoor. Dat klopt. Fijn. Ik zou zeggen, als u hem maar terugbrengt voor morgenavond 6 uur. Voor morgenavond 6 uur komt de band, de videoband, op het toer. Veel plezier. Fijn, dan ga ik nou fijn naar de film kijken vanmiddag. Dag. Dag meneer. Goedemiddag. Dank u wel. Mevrouw. 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 Hallo, dag. Ik heb een klein probleempje dat mijn videorecorder, die is momenteel kapot in de reparatie. Maar dan wou ik een videoband even kijken, is belangrijk. Hebben jullie misschien een videorecorder hier? Hebben jullie een videorecorder? Nee, natuurlijk niet. Nee? Een klein winkeltje. Ik woon niet hier. Ik dacht dat u woonde helemaal gezellig samen met een video kon bekijken. Omdat ja. Mijn recorder is momenteel stuk. Nee. Kan je niet helpen. Is er iemand verder in de slaap met video? Weet u dat? Iemand met een recorder? Ik probeer het. Loop een beetje door en... Oké. Tot genoegen u. Ja. Jammer, hè? Ik dacht, als u nou een recorder heeft, gaan we gezellig naar huis en zet ik een kopje thee of zo. En dan vinden we samen naar de vier, omdat die van mij een reparatie is. Ik hou niet zo van die films. Maar ik heb ook geen videorecorder, dus helaas. Oh ja, dus ook als u leuk van die films zou houden en dan en u had een video. Nee, dan huur ik zo niet zo'n band aan. Ik heb ook geen videorecorder.
Maar nee, ik dacht, misschien kan ik even in het gezin met een kopje thee dat ik even naar de video kijk. Nee. Niemand video recorder. Dit zo. Oké. Ja? Niet gespannen, ontspannen, los, hè? Daar gaan we. Actie. Kandidaat 136. Hoe heet je? Ik heet Ton Roos. Mooie naam, Ton Roos. En zeg Ton, hoe oud ben je? Ik ben 44 jaar. Vrij lang. Donkerblond. Ja, kijk, dat is het voordeel van de huwelijksadvertentie op video. Dat je donkerblond bent en blauwe ogen hebt, hoef je niet te vertellen, want dat ziet de kandidaat. Begrijp je wel? Dus eigenlijk is het goedkoper dan een ouderwetse huwelijksadvertentie. Het gaat wel, vol, gaat lekker. Hoe ziet je favoriete man eruit, dan? Nou, video match loopt als een paddenstoel. Voor ik mijn videomatch begon had ik een model agency, dus ik wist wel zo'n beetje hoe je bepaalde piepeltjes een beetje prettig moest presenteren. En toen wou ik wat doen met die hele bulk know-how voor de gewone mensen, dus ik wou wat doen aan de eenzaamheid waar ontzettend veel gewone mensen vaak, waar ze door ontzettend veel gewone mensen vaak op een ongelofelijke manier mee wordt gezeten. Mijn hobby's zijn zeilen, Hammond-orgel spelen, windsurfen, parachutespringen, bridge en toneelspelen. Heb je daar allemaal tijd voor, Evert? Ik maak daar graag tijd voor. Aha, energiek. Ja. Type. Ik heb heel weinig op, hè? Heel weinig. Ik heb ook heel weinig nodig. Met die ogen van je. Goed. Oh, als vlieg op de stroop zullen ze komen. Dit zit goed, dat is de Beven Betty. Ja. Dat is de Beven Betty. Oké, meid, daar gaan we. Ontspannen maar, hè? Ja. Die tijd. Heb je die zelf gebakken, Betty? Ja. Heb je nog meer hobby's dan het bakken van zulke heerlijke tijd, hè? Ja. Uitgaan, wandelen met de hond, jazz, ballet. Wat is het voor een hond? Een bouvier. Een bouvier. Die bewaakt jou dus. Ja. Goed. En dat is wel nodig. Soms. Soms. Heel fijn. Dus de heren die dit zien en die graag kennis willen maken met de tijd van Betty Vallaan en daarna met Betty Vallaan zelf, die moeten even contact opnemen met Videomatch, het modernste huwelijksbureau van Nederland. Ja, duur wat is duur. Ik zeg het altijd zo dat de Videomatch huwelijksadvertentie is uiteindelijk goedkoper dan een orthodoxe huwelijksadvertentie. Want wat komt daar niet bij? Je plaatsingskosten, telefoon vaak, afspraakje maken, kopje koffie, etentje eventueel. En dan nog de gok dat het niet klikt op het eerste gezicht. Terwijl bij Videomatch huur je drie huwelijkskandidaten of kandidaten.
50 gulden, je neemt die band rustig mee naar huis. Je kijkt daar, je zegt, ah, dat is de man of de vrouw van mijn dromen. Of niet. Dan kun je rustig een tweede cassette huren, derde, vierde, kan ons niks schelen. Dat kun je gewoon blijven huren. En op die manier is het veel goedkoper. En op die manier wil ik ook wat doen aan de eenzaamheid, dus met Videomatch. En daarnaast zijn we bezig, en dat is geloof ik ook uniek in de hele wereld, met Video Die. En dat loopt ook heel leuk. Beste familieleden, ik zeg jullie dit terwijl ik nog bij mijn volle verstand ben. Als jullie dit zien, ben ik er niet meer. En om nou niet nog meer ruzie te krijgen in de familie, stel ik hierbij vast dat mijn bezittingen al volop verdeeld moeten worden. Mijn spaarboekje van de RPS gaat in zijn geheel naar mijn nicht Willy. Het servies met de Engelse veldbloemen is voor Joop en Gerda. De postzegels van oom Frits zijn voor Leo. Met uitzondering van de Nederlandse Antillen die voor Hans zijn. Als Kareltje, mijn lieve papegaai, mij overleeft, wil ik dat Willy hem in huis neemt. Zij kan zijn onderhoud en voer dan betalen van het RPS spaarboekje. Ik raad jullie tenslotte allemaal aan om ook je testament op video te laten zetten door meneer Nonimus van Video Die. Het gaat jullie alle goed. Nou, dan willen wij dit jaar verder komen met Video Adultery. Dat is dus het vastleggen van overspel op video ten bate van scheidingen. Video Violence, dat is dus een soort kindertelefoon. Dus kindermishandeling, dierenmishandeling op video als bewijsmateriaal. En Video 4, om ook de ontzettend gewone mensen vaak van hun onnodige, overdreven camera-angst af te helpen. Ik bedoel, is nergens voor nodig. Hallo, vraag 2 van onze nationale videoquiz. En u weet het, de hoofdprijs was uw leven lang gratis medicijnen of een deeltijdbaan naar keuze. Daar gaan we, kijkt u goed, naar het volgende fragment uit zo'n gezellige videofilm voor de hele familie. Is de vraag. In hoeveel stukken vloog de helikopter uit elkaar? Zet dit getal achter het getal van vraag 1 en als het goed is staat u wel met één been in bad bij die Dolly Dot. Graag tot straks. Oh, he'll be sorry he missed your good cooking, Miss Alec. Well, Ray was always uncomfortable eating with the family. I mean, after all, we do use knives and forks. J.R., that's not necessary. I'll see you back to your normal self, J.R. Disgusting as that may be. Ah. Gezellig. Mijn naam is Cor van der Laak. En wel hierom dat wij in deze hele bloemenbuurt het enige gezin zijn wat zijn spelletjes nog zonder batterijen speelt. In mijn huis geen mechanische gezelligheid. Niet waar, Kokkie? Nee, dankjewel, Cor. Houd erbij de kok. Dat is allemaal begonnen met deze versie van Mensen Erg Hier Niet. Die ik kreeg van de afdeling bij mijn afscheid van de zaak. Dank u wel, afdeling, voor dat mooie cadeau. Maar wat zien wij hier? De dobbelsteen zit gevangen onder een koepel. Zodat je er niet meer bij kunt. Handig. Maar denk eens even aan de nadelige invloed op de kinderziel. Hier wordt dus verteld dat je geluk niet zou kunnen pakken. Dat je geluk niet naar je hand zou kunnen zetten. Nou, wij weten gelukkig wat beter. Hé, Kokkie? 12 januari, geloof ik, Cor. Dus ik heb onmiddellijk een aangetekende brief geschreven naar de oude heer Jumbo zelf. Ja. Die trouwens wel degelijk een rol heeft gespeeld in het hele Engeland-spiel. Ja, daar kom ik nog op terug. En ik heb gezegd, Jumbo, kijk uit, dat gaat de foute kant op met die spellen, op die manier, die mechanisatie. Ja, wat denk je? Krijg ik een brief terug?
Met precies zo'n spel erbij weer. Weer Mensen Erger Je Niet. Met een brief van Mensen Erger Je Niet toch, meneer Van der Laak. Ja? En daar is het allemaal begonnen. Met die mechanisatie. En nu is een spel alleen nog een spel als het kan brommen, kan zoomen, kan knorren en kan piepen. Ja? Gezelligheid kan niet langer zonder stekker. Ja, ja. Nou, behalve hier in huis dan. Potje hartenjagen, Kokkie? Nou, ik heb vandaag niet zo'n zin, hoor. Geen zin in hartenjagen. Nou, hoeft ook eigenlijk niet. Want ik heb jouw hartje al jaren geleden gejaagd. Hè, popje? Dan doen we misschien een spelletje domino. Ook gratis en niet mechanisch. Het dominospel wat trouwens in de eerste helft van de 18e eeuw en niet in de tweede helft van de 17e eeuw vanuit Italië via Frankrijk Noordwijk is gekomen, volkomen fout, WP. Ik wou vanavond niet te laat erin, Cor. Goed, dan doen we nog één spelletje, de wolf en de zeven geitjes. Ik leg het even uit, dit is de wolf op het dambord. En dit zijn 1, 2, 3, 4, 7 geitjes. Zij mogen elk één hokje per keer schuiven, uitsluitend op de zwarte hokjes. Het is de bedoeling dat de wolf door de linies van de geitjes heen breekt. Een soort space invaders avant la lettre. Kokkie, wie het hoogste gooit, die begint. Ik gooi eerst. Hola. Dat is een bleek 10 minutes, zeg ik. Ik had al 6, kok. Eerlijk waar, niet gedraaid. Wil jij? So, what is it? You know how I feel about it. That was a long time ago, Cliff. That may be. But it hasn't changed. Kokkie. Not for me. Vier popje. Ja, jammer, maar eerlijk. Popje is dus de geitjes en papa is de wolf. Daar gaan we. Let op. Doe het één keer voor. Ja, kom maar. Not over, Dusty, yet. Might take a long time for those wounds to heal. Okay. I'll try to understand. Just remember, I'm here if you need me for help. Thank you. Cliff, I appreciate that. How about tomorrow night? Not tomorrow. I'll call you. Kijk, van Lee Towers kan ik dat nou wel hebben, hè? Zo'n bril. Maybe I'll wait for you to say something all night. About what, sweetheart? Nou, speel ik natuurlijk niet op mijn best. Want Kokkie moet de wolf van de zeven geitjes nog leren. Maar leuk gedaan, popje. Kokkie, kom. Kokkie. En als je dan afziet, hè, zo'n jongen die met al deze mogelijkheden van gratis, gezond vermaak, gezellig, thuis, toch ook zelfs zaterdagavonds prefereert om achter een kille chipsmachine te staan drukken, dan vraag je je af waar de jeugd van vandaag in hemelsnaam mee bezig is. Van die dingen, ja? Van die dingen. Kom op, kok, we gaan naar bed. Ab van der Laak, 18 jaar, schoolverlater. Solliciteerde 29 maal, stootte 30 keer zijn neus. Ab van der Laak heeft geen toekomst, zeggen ze. Maar Ab weet wel beter. In dit tijdperk van het spel is zelfs hij een uitblinker. Vanaf zijn vijfde jaar speelt Ab van der Laak boter, kaas en eieren. Op zijn tiende werd hij jeugdkampioen van Zuid-Holland. Op zijn zeventiende was Ab van der Laak nationaal kampioen boter, kaas en eieren in alle categorieën. En beheerste hij de meest geavanceerde systemen. Vorige week speelde Ab van der Laak boterkaas en eieren in zaal Concordia te Juinen. Telefonisch werden zijn zetten doorgegeven naar het grootste computercentrum van de Verenigde Staten. Mens tegen machine. One. Hello Houston. The move of Ab van der Laak, Dutch tic-tac-toe champion, is one. It's numbered one, thank you. Your move, please. Hello, Houston. The next move is two. It's numbered
2. Your move, please. Abs laatste zet. Is het menselijk brein nog baas over zijn eigen uitvinding? Three. Houston still there? The third move of Ep van der Laak is 3. I repeat, 3 is the number of the move. Yes! I won! Oh. I won! Did you see that? He won! Up from the lock, did it again. Thank you. We won again. Van der Laak heeft geen toekomst, zeggen ze. Maar Ab weet wel beter. Volgend jaar wordt hij beroepsspeler. Want in deze tijd zit er brood in boter, kaas en eieren. It begins in this world, on this side of the video screen. And plunges into a micro-universe that lives and breathes beyond the boundaries of imagination. The world of Tron. His video game designs have been stolen. No, actually, I'm trying to get some solid evidence together. The Master Control Program has the proof. You're still looking for that old file. I put it in my memory. And there's only one place it could be hidden. Come on, big fella, let's see what you got. I'm gonna have to put you on the game, Fred. Inside the computer itself. Trapped. Okay. On the other side of the screen, a computer genius is forced to play his own video games with more than a high score at stake. I want him in the games until he dies playing. On the other side of the screen, it all looks so easy. And even this ace of the arcade isn't ready to challenge them from the inside. Tron, an astonishing adventure odyssey that allows the eye to behold what only the imagination can reveal. Tron, its world awaits on the other side of the screen. Thank you.
Ja, jongens, slapen maar. Als u ook een beetje fit wil blijven, moet u dus een lege kerk huren, een ballenmachine. En huur er dan ook een paar ballenjongens bij, een paar werkeloze jongelui. Zijn makkelijk te vinden, wij betalen 3 gulden per uur. Het is ook een beetje de eer. Het is voor onze conditie, techniek. En het leuke is, je hoeft er niet zo erg goed voor te kunnen tennissen. Glaasje drinken, ja. Nog een keer. Je moet je kijken, dat gaat zo, dan zie je dat mannetje, dat Becky ziet het op en neer gaan, dat Becky, ja. Kijkt. Nou, dat mannetje dat zit dus in een doolhof, maar die moet steeds videowafels eten, dat zijn die liggende streepjes. En in de hoek, die witte dingen die er flikkeren, dat zijn vitaminebrokken. Als die daar nou genoeg van eet, en dat kan die eten doordat jij zo met je stick heen en weer gaat. Links is links, rechts is rechts, naar boven, naar beneden is naar beneden. Simpel, bonjour. Nou, goed, als dat mannetje genoeg van die dingen heeft, dan heeft hij geen last van die spoken, want dan kan hij die spoken opeten. Heeft hij er te weinig, dan eet die spoken hem op. Dus je moet vlug zijn, kwestie van reageren, maar dat zit nog best goed, hè? Oude joker, nou, kom op, we gaan het proberen. Even kijken, ben jij dat of ben ik dat? Jij begint, pa, ja, begint. Wacht even, ik zal hem even opzetten. Ja, begin maar. Nou, dan ga je... Nee, ja, nee. Nee, niet zo wild. Nee, opnieuw. Oud. Ben je een hengelaar of niet? Je bent ook een hengelaar? Hè? Nee, kom op, pa. Kom op. Kijk, zo moet je. Kijk zo. Wat ik nu doe. Kijk naar links. Zo. Hup. Dan gaat hij eruit. Komt hij boven terug. Dat is namelijk een escape route. Kijk, escape. En dan kan ik zo terug. En dan kan ik links. En dan neem ik daar dat vitamineblok. Want dan kan hij. Zie je? Dan kan hij. Nou, pak hem. Dan was ik even te laat. Nou jij. Kop. Ja, start er maar. Gaan we naar links. Ja. Mooi, hè? Vind je leuk? Kost een paar centen. Zal ik vertellen wat het kost? Ik zal me niet vertellen wat het kost, hè? Nee. Maar het voordeel is dat je dus elke verjaardag vraag jij gewoon een nieuwe cassette. Ik zal hem even uitzetten. Kijk zo. Hier. Dan vraag je dus zo'n cassette. En zeg je, nou, ik wil voor mijn 78ste wil ik Donkey Kong. Hè? Of ik wil voor mijn 80ste, dus een groot jaar, vraag ik Asteroids en Combat. Heb je 2 spelen voor je 80ste? Leggen we allemaal wat bij elkaar. Geven we jou een nieuwe cassette, begrijp je? Dus wij hebben ook geen cadeauproblemen meer. We zitten altijd goed. Jij verveelt je nooit meer? Wij hebben nooit meer cadeauproblemen. Want hij is dus van alle kinderen. Niet alleen van mij. Ik was de enige die me vrij kon maken. Ze hadden allemaal graag willen komen. Sorry. Ja. Niemand kon er komen. Ik ben de enige die even wegkom. Want ik zit dus met dat championship. Begrijp je? Dus je hoeft nooit meer om cadeaus gelegen te zitten. En je hoeft nooit meer alleen te zijn. Als oma er nog geweest was, zeiden de kleinkinderen ook. Als oma er nog geweest was, had pa mooi met oma Pac-Man kunnen spelen. Ja, maar wat dat betreft is het niet zo erg dat oma er niet meer is. Want je kunt het alleen spelen. Dat is het goede hiervan. Je hoeft je nooit meer te vervelen. Nou, pa, dan gaat hij nog een keer. Ja, even kijken hoor. Jouw stick, ja. Ga maar. Ja, te laat. Ja. Nou, pa, ik moet er echt vandoor. Je moet dus met 1 joystick verder spelen, alleen met de linker. Die was voor mij. He? Ben je blij mee? Lekker, hè? Kost een paar centen. Ja. Maar dat is niet wel waard. Oude dibbers. Oké. Okay. Ja. Daar. Leuk op de aarde. Nou had ik dat zo op nieuwe schaakstukken gehoopt. Hallo mensen, mogen wij u even voorstellen aan ons nieuwe begeleidingsorkest? Daar staan zij. Kijk mama zonder handen. Leuk, hè? Vind je leuk? Mooi, hè? Ja, mensen, hier stonden eerst 8 man, maar ja, ook wij christenzangers gaan mee met de nieuwste technische ontwikkelingen. Het goede voorbeeld daarvan wordt altijd weer gegeven door die piegems van de evangelische omroep. Kijk nou eens naar dit fragment, joh. Mag ik de catalogus eens zien? Dan zal ik hem eens even voor de camera houden. Dat is misschien wel goed voor de mensen thuis. U kunt dus deze catalogus gewoon bestellen bij de Evangelische Omroep in Hilversum. En nou, daar staan dan ook alle titels in. Welke programma's er op video beschikbaar zijn en wat het kost enzovoort. Meneer Doornbos, u bent directeur van de Evangelische Omroep. Kan dat nou allemaal? Een videoclub die programma's dus in beperkte kring laat bekijken. Een hele studio in Kenia die allerlei programma's maakt. Hoe zit dat? Mag een omroep dat allemaal? Er is een enorme videoontwikkeling in Nederland. Steeds meer mensen kopen videorecorders. En er is een enorme vraag naar videoprogramma's. Ook van de Evangelische Omroep, zoals we dus merken. En het is inderdaad toegestaan dat voor niet-commercieel gebruik wij deze videobanden ter beschikking stellen. En daar willen we graag ook gehoor aan geven aan deze nieuwe mogelijkheid voor mediagebruik. Wat zeg je nou? Dat is het dierennummer 1. Dat is in 1 keer helemaal goed, ja. Hè, joh? Dat is ongelooflijk, hè? Ja. En waar is dat dan voor? In Hilversum, hè, voor 3 keer M. 1144, het dierennummer. En wat betekent 3 keer M? 3 keer M? Ja.
Wacht even, we willen hem even denken hoor. More message in the media. Nou, wij hebben zo'n folder laten komen van de EO. En daarin staat dat je eerst lid moet worden van die videoclub. Dat is één. Dat kost 40 gulden per jaar. Zo. En dan kun je de EO-programma's huren. En dat kost tussen de 25 en 47 gulden voor één week huur. Nog een keer erbovenop. Dus ik zeg tegen zijn, ik zeg... Joh, tief nou gauw de tempel uit, dat is toch wel commercieel? Want bij de EO huur je dus videobanden die duurder zijn dan waar ook in Nederland, zeg ik tegen hem. Hoe kan de minister dat nou goed vinden? En dat zijn programma's die al een keer zijn uitgezonden. Tuurlijk. Begrijp eens nog een keer. Maar de minister kan toch niet tegen de heer ingaan? Nee. Onthoud dat nou eens. Wanneer het gaat over de heer, dan is het niet commercieel, want het gaat over de heer en die is niet commercieel. En die is niet commercieel, natuurlijk. Dus nou begrijp ik het wel, nou knijst ik het wel. Dat 3x M, dat betekent gewoon make more money voor de heren. Nee, dan ga ik weer fout. Voor de heren. Maar dat geeft niet, want die is niet commercieel. Geloof, hoop en techniek. De mensheid is vreselijk ziek. Techniek, hoop en geloof. Wie zien kan blijft niet langer doof. Geloof, techniek en hoop zijn thans op cassette te koop. Techniek is liefde net zo goed. Het hangt ervan af wat jij ermee doet. Want is het geen wonder dat het woord zelfs tot in China kan worden gehoord. Dus zegt het al een woord. Geloof, hoop en techniek, de mensheid is vreselijk ziek. Techniek, hoop en geloof, wie zien kan blijft niet langer dood. Geloof, techniek en hoop, zijn thans op cassette te koop. De kering van beelden die vroeger tijd was flink en het kostte een eeuwigheid. Nu breng jij de boodschap in een wip. De video gaf ons de kruisvaart per chip. Geloof, hoop en techniek. De mensheid is vreselijk ziek. Techniek, hoop en geloof. Die zien kan blijft niet langer dood. Geloof, techniek en hoop. Zijn dans op cassette te
heren, dank u wel. Ik geloof niet dat het in dit stadium verstandig zou zijn iets los te laten van wat ik nog niet kwijt wil. In de eerste plaats moeten wij er nog heen en in de tweede plaats zijn we nog niet terug. Ik kan u wel zeggen dat Den Haag door zijn beleid ten opzichte van met name de middelkleine gemeenten ons min of meer dwingt tot deze reis. Het is onze verantwoordelijkheid voor de toekomst van Juinen die ons dwingt tot deze stap, maar de wethouder en ik zouden veel liever zijn thuisgebleven. Is het niet, Hacking? Reken maar van Jasper van nu. Juist. Wel nu, heren, dank u wel. Wij moeten hoognodig inchecken. Hacking? Burgemeester, ik wou even snel door de douane voor nog een belastingvrije sjaal voor de vrouw te kopen. Ja. Dat we daar zo min mogelijk tijd voor. Dan nemen we nog een whiskytje voor de... Heren? Ja, we waren als ontwikkelingsmaatschappij een beetje uitgekakt de laatste tijd in Zuid-Europa. Spanje konden we vorig jaar al te B zeggen. Frankrijk kun je tegenwoordig als pensioenfondsinvesteerder een steen in en krijgen. Wintersportplaatsjes, dat is ook een aflopende zaak. Dus we zaten even mooi voor het blok, hè? Ja. Maar gelukkig biedt datzelfde kerende tij fantastische perspectieven in Nederland zelf. Steeds meer Hollanders gaan met vakantie naar Nederland. Maar ja, de mensen kunnen zich niet zelf vermaken, dus daar willen wij van Profifun graag een handje bij helpen. Kijk, je moet het natuurlijk bij zon zien, hè, het geheel, maar dan is het zomers dikke pret hier hoor, als recreatieoord. Deze wanden gaan we bekleden met rubberoid, dus dan kun je hier een whirlpool maken, het zoutwater. Gebouwtje zelf hoeft niet zo gek veel aan veranderd te worden, dat wordt een solitarium. Dat wil zeggen dat het hele gezin kan bruin worden terwijl je het uitspansel bekijkt, combinatie solarium planetarium. Als je daar een gul graaft die aansluit op het kanaal, heb je een droom van een motorsurfcircuit hier. Zit wel wat bijzonders in de grond hier in Juinen? Nou, balneologisch stelde niet zoveel voor, er zit een beetje ijzer in. IJzer? Nou, als kat in bakkie voor de gewrichten, dus dan maak je... Nee, wacht even, nee, dat betekent modderbaden en dat kan je in Nederland niet beginnen, want... Daar is de Nederlander te schoon voor. Dat is waar. Als kuuroord zie ik Juinen niet zo zitten, maar ja, als grootschalig attractiepunt is het natuurlijk een beul van een gemeente met een zuigkracht tot diep in Duitsland. Dat zeg ik ook net, je moet het alleen bij de zon zien. Dat zit allemaal op zwart zaad, allemaal ten einde raad. Hoe krijg ik mensen naar mijn gezicht? Dus dat alles bereid, als je dan wat werkgelegenheid schetst in het project, dan kun je ook rekenen op die paar miljoen rijkssubsidie. Neem je in de begroting op, krijg je een respons, is onze ervaring van 60-70%. En als dan nog gauw van, joh, kom eens praten, nou, dat doen we dan. Tuurlijk moet je wel kijken of je plannetjes passen in het TROP, dat is het toeristisch recreatief overal plan. Nou, dan laat je je worst een tijdje bungelen voor de neuzen van BMW. Lekker. Tuurlijk moet je dan nog over een paar dwarsliggende milieugroeperingen heen. Maar de werkgelegenheid blijft het toverwoord. Dus als je in zo'n geprojecteerd pretpark, laten we zeggen een 20 deeltijdbanen garandeert voor papierprikkers, dan is elke burgemeester in Nederland nu bereid om persoonlijk zijn enige bos om te kappen. Onze ervaring. Ja, maar dan moet dit toch allemaal weg, hè? Dit gaat allemaal weg. Dat is ook. Even nog. De Rijksweg A19 loopt daar. Als we nou de gyroscopische kabelbaan, dan moeten deze bomen weg en die bomen weg van de Rijksweg laten lopen, zo in oostelijke richting. Overheen. Precies, dan had ik daar op die zuilen een wegrestaurant gedacht, zodat een familie in een gommel gezeten zo langs de zelfservice counter zweeft. Precies. En ik denk dat we Albert Heijn dan ook wel meekrijgen. Ja, dat is heel goed. Ideaal. Ja. Wordt een magneet hoor. Ja, zeker.
Dan vraagt een volwassen pretpark ook een percentage danger. Het publiek wil sensatie kunnen we leveren met onze powerful, waarbij we in de regel uitgaan van een van de hoogste kerktorens van de gemeente. Ja, wij bouwen hier namelijk in Jaarne een cyclotronisch circuit. Dat wil zeggen dat een hele familie een vrijwel vrije val kan maken van 30 meter in 0,4 seconden. Die bakjes zag dat, hè? Nee, alles bij elkaar wordt Jaarne het neusje van de massa-recreatie zal hem. Zijn BMW eigenlijk al op reis? Ja, dat is nog iets aardigs binnen Provinciaan. We hadden als goede gewoonte dat wij tijdens ons oriënterend bezoek niet voor de voeten willen worden gelopen door BMW. Dus die geven wat vliegtickets en wat toegangskaarten voor Disneyland. Ja, die even afgevoerd, hè? Ook nog het toverwoord in Nederland, Disneyland, hè? Nou, wij gaan nu kampjes aan op weg naar Terwexel met exact dezelfde missie. U zal zeggen, is dat niet een beetje veel? Twee pretparken, 10 kilometer afstand. Dat lijkt het nu nog wel, maar u moet niet vergeten, er komt een hele generatie aan die zich absoluut niet meer kan vermaken. Dus elke gemeente moet tegen die tijd een eigen pretpark hebben, anders krijg je de grootste problemen. Trap hem op zijn staart, Toon. Nee, heren, dank u wel. Het is in dit stadium onverstandig om iets te zeggen van wat ik nog niet kwijt wil. In de eerste plaats zijn wij net terug. En in de tweede plaats duizelt het ons van de vele indrukken. Ik kan u wel zeggen dat wij 20 minuten geleden boven Den Haag vlogen. En toen zei ik nog tegen de wethouder, ik zei, kijk, dat is nou symbolisch voor de verhouding tussen Rijk en gemeente. Want wij van Juinen gaan als het ware over Den Haag heen. Juist, burgemeester. Want het zijn allemaal assholes en modderfokkers. Assholes en modderfokkers. En zons op de bits en kreps en shit iets, burgemeester. In de heek. Juist. Fijn. Dank u wel. Let's the fuck the heek. Onder welke letter hadden wij de Opel geparkeerd? Ik had daar nog een ezelsbruggetje voor, Hacking. En let's the fuck the heek. Dat is de fuck de. Dank u wel, heren. Hallo. Hallo. De derde en laatste vraag in de nationale videoquiz. En u weet het, de hoofdprijs was mevrouw Nelly Smit-Kroes, een maand lang als werkster bij u thuis. Kijkt u goed naar het volgende fragment uit deze video kinderfilm. Ja, let u goed op. De vraag luidt: hoeveel Chinezen zijn er? Noteer dit getal en dan moet nu uw geheime telefoonnummer compleet zijn. Bel snel, des te groter is uw kans op de hoofdprijs. 1 dag Nederland bekijken door de bril van Loes Haasdijk. Wel, dat was het. Leuk dat u ons huurde en vraagt u deze maand bij uw videotheek naar de nieuwe Simpel videocassette. Een halfzachte pornofilm voor de hele familie met Van Koten en de Bie Plankgas door Tirol. Oké, dat was hem. Vond u hem leuk? Vond u hem leuk? Zou u hem kopen? Vond u hem leuk? Eerlijk zeggen, vond u hem leuk? De eerste videocassette van het Simplistisch Verbond. Die wordt natuurlijk nu niet in de handel gebracht. Zinloos. Want iedereen heeft hem al kunnen opnemen op de videorecorder. Ja, dat is een ramp, dat hometapen. Dat er van de nieuwe speelfilm van meneer Joop van den Ende nog geen meter is gedraaid. En dat er nu alweer zwarte videocassettes circuleren. Is een schande, hoor. Van Koten. Een schande. Ik heb ook voor vanavond een verrassing. Ja. Namelijk 4 films van Bruce Lee. Wat schaft de video? Bruce Lee dorst naar wraak en zaait dood en verderf, want ik wou wat aan de conditie gaan doen. Ja, maar nu over het selectief gebruik van video. Je gaat toch geen Japanse video's draaien als er nu een prachtige documentaire over Japan begint op ditzelfde net, begrijp je? Oké. Selectief
gebruiken, die dan video. Dan na het VPRO-programma. Goed, dat is ik wat ga anders. Nu een lekker potje Chinese thee zetten. Na het VPRO-programma vier Bruce Lee-films. Dat betekent 4,5 uur. Dan is het morgenochtend 9:30. Dan begint alweer het journaal voor doven en gehoorgestoorden. Er is dus altijd iets te kijken. Er is voor niemand meer enige reden om nog ooit alleen te zijn in 1983. Hoi.